die zijn dan toch weg en dan erachter ligt hij dan, hè? En dan kun je hem door een kruisje geven. Hè? Nee? 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 Was het in dekken hier allemaal te zagen over mij? Hé, hey, dat is een mirage, jongen. Nou, nee. Van de vader en de zoon. Hoe dat mogelijk? Eigenlijk een dekzak en de hem met een bord afgedaan, of wat? Ja, ja. Maar ja, ik dacht, kijk. Met die lijm en al dat gesodemiet dat eronder zit. En mijn gecremeerde, dat gaat stinken, dacht ik. En met die klimaatsnormen, daar, ik wil geen ambras hebben, hè. Ja, maar ja. Wat voor prot is dat nou weer alleen? Sinterklaas gaat uit. Die gaat toch niet uit, dat weet je toch ook? Ja, dat was niet vanavond, dacht Sinterklaas. Ja, ik zie het al. Sinterklaas. Ik ga weer terug naar Spanje. Salut. Ja. Zo, goedenavond Huls. Oh, wat een gezellige avond zeg. Hallo, hallo. Oh kijk, de paparazzi is er ook bij zeg. Hallo. Goedenavond. Zo. Dag hoor. Een hele leuke nieuwkomer, Martijn. Dat is echt een toppertje. Ja, die heeft het in zich. Die komt de zaal binnen en die begint al... Hallo Hulst. En ja, fantastisch. Ja, die deed echt superleuk. Ik heb mijn huisje te koop gezet en ik ben hierheen vergetrokken. Want ja, u als Hulstenaar verdient natuurlijk ook gewoon een stadsomroeper. Ja, toch? Niet dan? Wel dan? Nou dan. He, en de journalistiek is natuurlijk ook gewoon een serieuze zaak. He. Dat is een van de pijlers van je democratie. Maar goed, zo werd ik hier dus gestationeerd bij jullie lokale omroep. Omroep Hulst. Nou, dan zie je toch dat die zaak niet zo serieus genomen wordt als de soep wordt opgediend, zou ik maar zeggen. Kijk u het wel eens, Omroep Hulst? Wat een stelletje minkukels zijn het, hè? Oh, joh. Die programma's die zijn zo slecht dat zelfs de televisie ze niet scherp uit durft te zenden. Echt, zo slecht is het. Ja. Martijn, was de eerste keer in de Tom? Ja, was leuk. Even een vraagje. Wordt het scherp opgenomen of is het dezelfde kwaliteit als altijd? Ja, ja. Jammer dit. Ik heb het ook gezegd, ook die presentatoren, daar moeten ze iets aan doen. Joh. Die zijn niet om tegenaan te gluren, vind ik zelf. En dan die cameramensen, ja, dat ziet u natuurlijk niet. Maar dat zijn allemaal van die bejaarden die ze niet meer kwijt kunnen bij de dagbesteding. Echt, hoor. Ja, dat is een soort sociale werkplaats waar ze bij de Dayton hun vingers nog bij af zouden likken. Echt, hoor. Ja, hij staat scherp. Ja. Oké, heel goed, heel goed. Ja, het was heel leuk. Het was echt heel leuk. Ik heb echt genoten. Ze hadden me al een paar jaar gevraagd of ik eens mee zou willen doen met de buurt. Dat is eigenlijk al misschien al 5, 6 jaar geleden. En toen dacht ik, ja, Ik woonde toen nog in Bergen-op-Zoom in Amsterdam, dus ja, de dialect probeerde ik een beetje af te leren. Ik had niet zoveel met de lokale politiek, ik denk dat is niks voor mij. Maar toen ging ik vorig jaar kijken en toen vond ik het eigenlijk zo leuk. En toen dacht ik, nou ga ik ze een berichtje sturen van als ze nog iemand nieuws zoeken, dan ga ik me aanmelden. Dus dat had ik gedaan, ik heb een mailtje gestuurd en zo mocht ik meedoen dit jaar voor het eerst. Nou, ik heb er een stukje in geschreven, nou ja, bijvoorbeeld Herman Koch. Het diner blijkt laatste avondmaal. Nou, dat spreekt voor zich. Ook gaan we oh zeggen, ja oh, echt waar? Ik ben toch niet in je zaamslag, of wel mevrouw? Alsjeblieft. Ja. Als je het niet wil horen, dan trek je je zwarte kousen maar over je oren, hoor. Alsjeblieft. Tot nu toe de laatste, hè? We zien het ook bij Fonske. Ja, het zijn gewoon twee hele leuke nieuwkomers aan... En dat hebben we nodig, want er moet gewoon nieuw bloed in. Toch zeker nou met het vertrek van die drie... Paul natuurlijk achter de schermen, maar die twee iconen heel blij mee, ja. Vorige week nog. Aan de Kloosterstraat, aan de Meulen. Ik bel daar heel stilletjes aan. Doet er zo'n vrouwke open. Ik kent haar wel, zo'n zweefteef. Poedellakt! Ik zeg, hij dat niet koud, hè? Wat moet je anders zeggen? Ze zegt, dat is mijn Eva-kostuum. Wat vind je ervan? Ik zeg, zou het dan eens niet strijken? Zegt er zo'n meisje, hé, dat is eigenlijk net zo'n beetje als bij ons thuis. Wij zijn thuis met drie kinders en we hebben alle drie een eigen bed. Zegt er zo'n manneke, inderdaad, heel herkenbaar. Wij zijn thuis met vier kinders... En we hebben allemaal een eigen slaapkamer. Steekt er zo'n stoefertje zijn hand op.
Hij zegt, een eigen bed, een eigen slaapkamer. Is dat nou zo bijzonder? Wij, hè, wij zijn met thuis mee 5 kinders en wij allemaal een eigen papa. Die zeiden maar niks. Ik vroeg nog, als 5, ik zie daarachter staan 24. Ik vroeg in de kantine aan die ene. Ik zeg, waar komt die 24 vandaan? Dat zie ik nergens niet. Bij jongens bestaat dat niet. Als 5, 24. Toen zei hij, dat is een getal waarmee ze bijhouden hoeveel trainers en voorzitters ze de laatste 10 jaar al gehad hebben. Nee, wat... Wat moeilijk is aan zo'n buurt doen, is dat je natuurlijk, je zoekt een karikatuur, je zoekt iets heel overdrevens. En ja, dan hoop je dat het grappig is. En als dat aanslaat en dat is grappig, dan is dat heel leuk. Maar op het moment dat dat niet aanslaat en mensen vinden dat niet grappig, dan is het dus heel overdreven. En dan kunnen dat 11 hele lange minuten worden. En, maar dat is het gelukkig niet geworden. Ik ben best tevreden met het gegaan. Hé, hey, Hino. Dat is precies niet de eerste keer van avondachtig voor Paul Staal, hè? Dat is waar, hè? Ja, gisteren had ik die grote hele noet aan burgemeester Ilona gegeven. Maar ja, hè, zo'n klein vrouwken, hè, met zo'n groot geel ding op. In de pauze dacht die vossen dat een pisbak was. Wat is het hoogtepunt van dit weekend? Nou, sowieso dat het 5 keer spelen is. 5 keer voor een uitverkochte zaal. Nou, dan maak je toch niet vaak mee. En het is een heel gevarieerd publiek. Dus er zitten echt kinderen en er zitten hoogbejaarden bij wijze van spreken in de zaal. En het is, je merkt ook aan op de sociale media en de reacties van iedereen. Het is echt iets waar iedereen bij geweest wil zijn. En ja, alle reacties en alles van iedereen achteraf. Ja, vind ik toch wel heel bijzonder dat ik dit nou ook een keer heb mogen doen. Dat ik het ook mee heb mogen maken. Dus dat vind ik het allerbijzonderste, dat het echt iets is wat echt van Hulst is, typisch Hulst. En waar iedereen ook heel ja, trots op is om, als ze komen kijken, maar ook iedereen die eraan meewerkt voor achter de schermen. Is iedereen toch ook wel heel trots op wat we hier in dit weekend met elkaar neerzetten. Dennis Taijaard zat toen net een beetje in de Noorwegen van zijn grensoverschrijdend akkefietje. En nog wel zo goed naar de burgemeester geluisterd. Ja. Die had een stevig pleidooi gehouden voor meer grensoverschrijdende samenwerking in onze gemeente. Dat, o jongens en Dennis, waarschijnlijk een beetje verkeerd begrepen. Iets is te amicaal en vervolgens worden kapot geschreven door allerlei nieuwsgeile flutkraantjes van roddelniveau die maar al te gerre klakkeloos alles maar publiceren. En dan denkt het toch wel eens... Zijn wij hier met z'n allen niet een beetje zot om te horen? Nou is het natuurlijk wel zo. Als je Dennis ziet binnenkomen, ja, dan denkt hij wel, die zijn haantjes zullen wel sneller zijn dan zijn voetjes. Dus wij op de fiets, maar we worden toch wel bang om te vallen en dan die flessen kapot worden. En dan hebben we daar in het park hier voor in die fles maar achterover gekletst. En dat was maar goed ook, want we zijn dan al zeker 4 keer gevallen. Het was een fantastisch weekend, maar ook emotioneel. 3 mensen die toch afscheid namen. En ja, dat doet toch wel iets. 3 iconen, hè? Vooral... Ja, Paul en Marlies die al zo lang betrokken zijn. En ja, van Ronnie hadden we het niet aanzien komen, dus dat was ook even een dingetje.
Maar verder daaromheen ja, was het verder een superleuk weekend. Heel veel werk achter de schermen ook om iedereen te prepareren. Vooral die kale koppen van die mannen. Maar ja, hartstikke leuk. Er was een begroting gemaakt en dat kostte 7 miljoen. En bij de eerste revisie van het budget was het in één keer 17 miljoen. Dus Van de Klink vroeg ze, en hoe zit dat? Ja, zei, dat is toch maar eentje verschil. Maar het was eentje meer nulke natuurlijk. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Tijd om de balans op te maken. Ik denk ook dat het tijd is voor mij om mijn jasje uit te doen. En dat jasje over te geven aan iemand die ook wil komen buutreden of presenteren. Voor mij was dit de laatste keer. Nu zijn we toe aan iemand wat ook de laatste keer is. En dan, de slogan is I am deur. De volgende en onze laatste spreker, die heeft hem al 33 jaar door. Die heeft ook 25 jaar in de ton gestaan. En samen met haar man Paul is het de laatste keer. Dus Waard of Tiele Kokkien zie je Ina misschien niet meer. Het is voor mij een eer haar aan te kondigen in mijn laatste presentatie. Ik zou zeggen, laat ons allen gaan staan en we ontvangen Waard van Tiele Kokkien met een staande ovatie. Wat er zomaar, dat was ook zo'n erge. Daar kon ik met blauw en geel aan ergen. Verschrikkelijk. Daar kwam ze en daar keek ze in de wieg en dan zei ze... Koetsie, woetsie, woetsie. Koetsie, woetsie, woetsie. Ik zeg, mens, koetsie, woetsie, woetsie, hop in dat spel. En dan pakt ze nog zwieske zo op. En dan zei ze... Waar is oma dan? Waar is oma dan? Waar is oma dan? Waar zou oma dan zijn? Als je hem zo vastpakt. Waar is oma dan? Als ze die kost zien, dan kosten ze wel ruiken. Muren 47 helft voor de klooi. Vijf gulden de twee emmers. Waar is oma dan? Vertel het maar. Vertel het maar. Twee dagen oud. Vertel het maar. Het eerste wat hij kon was boeren scheet laten hangen. Vertel het maar. Wat ik zou willen zeggen is natuurlijk allereerst, ondanks dat ik ook in mijn buurt een beetje de draak stak met Omroep Hulst, kijk vooral naar Omroep Hulst. Het wordt heel scherp uitgezonden vanaf nu, dus dat, maak je daar geen zorgen om. Maar wat ik zou willen zeggen is ja, kom kijken naar de buurt. Het is dus zo leuk dat jong en oud in de zaal zit, maar we hebben ook jong en oud nodig, natuurlijk in die ton. Ronnie heeft nou afscheid genomen, Marlies heeft afscheid genomen, Paul heeft afscheid genomen, jaren na jaren betrokken geweest. En op een gegeven moment heb je ook om een beetje met de tijd mee te gaan, heb je weer nieuw bloed nodig. Mensen die op een andere manier hun humor zeg maar in hun buurt verwerken of die toch op een andere manier tegen wat er gebeurt in Hulst aankijken. Dus ik zou zeggen, schroom niet. Er zijn genoeg mensen hier ook die je kunnen helpen, die je ondersteunen. Dus ja, als het je leuk lijkt, ja, geef je op en kom lekker in de ton staan. Dat zou ik willen zeggen. Want ik denk dat jouw echtgenoot Paul ook een flinke vinger in de pap had. Met name als klankbord en de vele attributen die hij in de loop der jaren voor jou heeft gemaakt. Overigens neemt Paul ook afscheid van onze stichting. En ook Paul moeten we hartelijk danken voor zijn bijdrage aan de weekenden die wij organiseerden. Paul is de maker van de prachtige luister die had hier boven hangt.
Hij renoveerde enkele jaren geleden onze Ton, die al inmiddels ook al 41 jaar oud is. De opstapjes bij de overgangen over de catwalk, allemaal werk van Paul. Ja, beste mensen, zo'n buurtweekend dat omhelst nogal wat. En Paul is ook 33 jaar betrokken geweest. Ook Paul, hartelijk dank. Ik wil een geweldig applaus voor Paul en Marlies. En ga gerust tegen de storm als je wilt. Yeah.